DVO sprak onlangs met Keyware. Keyware zorgt voor de afwikkeling van elektronische betaaltransacties. In 2015 boekte het bedrijf een winst van 4 miljoen euro. De komende jaren lijken veelbelovend, omdat het kostenmodel disruptive is. Waarbij dat de omzetgroei niet gepaard gaat met dezelfde kostengroei. Dus de kostenbasis die we vandaag kennen en die we eigenlijk gekend hebben de laatste 3 jaar, zullen van toepassing blijven voor nagenoeg een verdubbeling van omzet, maar geen verdubbeling van de kosten. Dus de kostenbasis gaat blijven wat ze vandaag is. Het houdt in dat voor elke euro die men gaat groeien, eigenlijk 70% van dat bedrag of 70 cent euro gaat toegevoegd worden aan de bottom line. Het aantal transacties per betaalterminal zit in stijgende lijn. In die context is het dus duidelijk dat Keyware meer omzet gaat halen uit de transacties die per terminal gaan gevoerd worden. Vraag is waar Keyware zijn groei zal vinden de komende jaren in een concurrentiële markt. De bedrijven zijn al groter dan Keyware. Dus in die zin gaan wij de organische groei verder handhaven in België en gaan we internationaliseren door het openen 100% zeker een bureau in Duitsland. En kijken we naar mogelijke acquisities in Frankrijk, Nederland en of Duitsland. Keyware heeft, naar eigen zeggen, een stapje voor op technisch vlak ten opzichte van de concurrentie. Bijkomende investeringen betreffende NFC-compliancy zijn door het bedrijf reeds gemaakt. In die context hebben wij geen investeringen te doen om ons werk NFC-compliant te maken. Dus we zijn reeds, zoals gevraagd door de belangrijkste kaartuitgevers, Visa en Mastercard, zijn we reeds NFC-compliant. De concurrentie daartegenover, die hoeft nog een bepaalde investeringen te gaan doen, daar meer dan 50% van hun park niet compliant is. Maar dat houdt ook in dat Keyware daar nog een rol kan spelen en een deel van dat park kan overnemen en NFC-compliant maken. Als we denken aan elektronische betaaltransacties, denken we uiteraard ook aan mobiele betalingen. Mobile betalingen zijn zeker een trend waar wij vandaag reeds onze servers aangepast hebben om mobile betalingen te aanvaarden. Dus Apple Pay, de Apple Pay-transactie, kunnen wij op onze terminals aanvaarden. Net zoals dat dus andere NFC-compliant transacties kunnen aanvaard worden. Het beursgenoteerde Keyware is vandaag een topinvestering, volgens Stefan van der Velde. Analisten van Arrowhead en analisten van Goldair & Associates hebben een waarderingsrapport ontwikkeld over Keyware. En dat maalt dus dat Keyware eigenlijk een waardering krijgt tussen 2,5 en 3 euro op basis van de cijfers tot en met Q3. Na de publicatie van de cijfers van 2015 werkten analisten hun prognoses verder bij. De waardering van Keyware eigenlijk boven de 3 euro per aandeel zou moeten staan. Vandaag treden wij aan ongeveer een 1,9 à 2 euro. Dus er is nog ruimte voor de investeerder om een upside te realiseren als hij het aandeel vandaag aan 2 euro aanschaft. Het Belgische bedrijf lijkt de komende jaren verder op zijn elan door te gaan en is het overwegen waard als investering. Wordt ongetwijfeld vervolgd.